Jorrit Kroon, winnaar van de FIA Pro League. Hoe voelt dat? Ja, superleuk om hem te winnen. Ik denk dat we 14 mooie wedstrijden tot nu hebben gespeeld. En dat we bovenaan zijn geëindigd is leuk. Maar ik ben vooral blij hoe we die 14 wedstrijden steeds een beetje beter zijn geworden. En waar we nu mee bezig zijn. Dat is mooi, zijn veel mooie wedstrijden geweest voor zometeen richting het WK. Dus we zijn blij met de stappen die we hebben gemaakt en dat we hebben gewonnen is natuurlijk leuk. Uiteindelijk is winnen het allerleukste, dus daar zijn we zeker blij mee. Ja, want kun je eens uitleggen wat dit voor de Nederlandse elftal betekent, de winst van deze Pro League? Wat het betekent? Nou ja, toch wel een klein beetje een bevestiging dat we met de goede dingen bezig zijn. Maar tegelijkertijd ook moeten we scherp blijven op dat we nog heel veel dingen beter kunnen. Dus het heeft een beetje twee kanten, denk ik. Eén, blij hoe we bezig zijn en de manier waarop we aan het spelen zijn. Aan de andere kant hebben we in die 14 wedstrijden ook genoeg dingen gezien die voor verbetering vatbaar zijn. En daar hebben we gelukkig nog eventjes voor, maar voor nu wil ik er nog niet te veel aan vasthangen. Had jij aan het begin van deze Pro League campagne verwacht dat jullie eigenlijk met zoveel nieuwe jongens al zo leuk konden spelen en uiteindelijk echt mee konden doen voor die eerste plaats? Ik was vooral heel erg benieuwd. Voor iedereen was het een hele nieuwe groep, een hele andere dynamiek. En we waren vooral benieuwd waar we stonden en hoe ver we zouden kunnen komen met waar we nu mee bezig zijn. En wat ik zei, het voelt goed en er kunnen nog heel veel dingen beter, maar dat is het mooie van waar we mee bezig zijn. Dus voor nu is het mooi dat we gewonnen hebben. We hebben nog twee wedstrijdjes volgende week in Den Bosch. Die willen we ook weer goed spelen. En wat ik zei, ik denk dat we met de goede dingen bezig zijn en zaak om daar aan vast te houden en het nog beter te doen. Ja, jullie winnen vandaag met 2-1 van India. Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Ja, van vandaag. Ik ben blij dat we gewonnen hebben. Gisteren hebben we onszelf denk ik iets tekort gedaan door hem in de laatste seconde weg te geven. We waren iets minder efficiënt in de kansen dan de voorgaande wedstrijden. Twee keer twee doelpunten gemaakt. Daarvoor lag het gemiddelde volgens mij wat hoger per wedstrijd. Maar ik ben blij met de manier waarop we verdedigd hebben. Er zijn er goed en hard in de duels gegaan. Weinig weggegeven uiteindelijk. Het was een mooie wedstrijd denk ik om te zien. Zwaar wel. Energie spatte er volgens mij vanaf. Dus goed uitrusten en dan volgende week weer. Zelf maakte jij achteraf de winnende goal bleek dat te zijn, hè, de 2-1. Wist je dat dat ook jouw eerste interland goal was op Nederlandse bodem? Ja, dat wist ik. Leuk. Mooi om voor het eigen publiek te kunnen juichen. Maar of ik hem nou maak of iemand anders, maakt het uiteindelijk niet zoveel uit. Ik vind het leuk als ik score, maar als we maar kunnen juichen met z'n allen, dan dat is uiteindelijk het leukste. Hey, tot slot nog even, Jorrit. Het lijkt wel alsof je gevochten hebt aan je oog te zien. Heb je natuurlijk overgehouden van gisteren. Hoe is het daarmee? Oh, hartstikke goed hoor. Ja, een klein beetje een blauwe plek. Botsing en tegen de stik aangelopen gisteren. Dus het was een beetje dik gelijk na de wedstrijd gisteren. Maar vannacht had ik een soort van sticker zo van vlak onder mijn oog helemaal naar beneden. Om die zwelling een beetje naar beneden te trekken. Dat ik niet wakker zou worden met een heel dik oog. Nou, dat is gelukt, maar het is nog steeds een beetje blauw. Maar daar is verder niks mis mee hoor. Nou, gelukkig. Dankjewel, Jorrit.